Een ernstig ongeluk op de Kardinaal de Jongweg in Utrecht. Even voor middernacht werd daar een fietser aangereden door een auto. Het 27-jarige slachtoffer stak de kruising met de Samuel Müllerstraat over. De auto die richting het centrum reed, schepte hem. De fietser is met spoed naar het UMC Utrecht gebracht. Volgens de politie ter plaatse zag het er niet goed uit. In de auto zaten twee mannen. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeluk. Ook een ongeluk op de kruising van de Bisschopsweg met de Bestevaarweg in Baarn. Daar botsten gisteravond twee auto's op elkaar. Drie personen raakten licht gewond en zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De politie wil graag weten hoe de botsing kon gebeuren en zoekt getuigen. Met name een brandweerman die in zijn vrije tijd te hulp schoot. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een eis tegen Teunis Z. uit Lopik. De 41-jarige man wordt ervan verdacht zijn hoogzwangere vriendin en haar ongeboren kind in juli neer te hebben gestoken. Volgens het OM probeerde hij haar ook te wurgen met de mouw van een jas. Na een klopjacht werd Teunis Z. een dag later opgepakt in Linschoten. Hij bekende vrijwel meteen dat hij zijn vriendin had gedood, maar zegt dat het in een vlaag van verstandsverbijstering gebeurde. De Amersfoortse partij Actief wil dat er na de gemeenteraadsverkiezingen meer vrouwen in de gemeenteraad zitten. Om dit te bereiken staan op de kandidatenlijst van Actief op de plekken 2, 3 en 4 alleen maar vrouwen. Maar opvallend is dat de lijsttrekker wel een man is, oprichter Roel Mulder. Of de vrouwvriendelijke aanpak ook zin heeft, wordt duidelijk op 21 maart, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dan nog het weer. Er valt af en toe een bui. Het wordt maximaal 6 graden. Tijdens de avond verdwijnen de buien. 'S Nachts klaart het wat op. Het koelt dan af tot een graad of 1. Dit was U-nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.